U wilt nog steeds de landelijke politiek in? Nou, laat ik het zo zeggen. Er is nu zo ontzettend veel belangstelling voor alles wat wij hier aan het doen zijn. Ja. Dat is natuurlijk dezelfde belangstelling als die Pim opwekte toen hij bezig was. Ik denk dat dat een teken is dat het land behoefte heeft aan nieuwe politiek. Aan een ander soort politiek, een ander soort politici. En ja, er zijn een paar mensen die daarvoor in aanmerking komen. En ik ben er daar één van. Hoeveel zetels wilt u komende week halen om te zeggen het is genoeg, ik ga het proberen? Ik heb altijd gezegd hier in Rotterdam, en dat meen ik nog steeds, als we er 10 of meer hebben, dan hebben we het heel goed gedaan. En aan die 10 of meer heb ik ook gekoppeld het initiatief voor een landelijke... Ja, u staat op 15 zetels in de peilingen. Ja, op het moment dat ik het zei, stonden we eronder. Inmiddels is dat... maar ik blijf maar 10 of meer, dat is al heel erg goed. Maar het is wel zo dat we nu zo dichtbij zijn dat... het ook wel eens zou kunnen dat we de bel gaan. We gewoon de grootste worden. En ik hoop dat dat gebeurt. Want een alternatief is er niet voor ons beleid. Dan gaat de Partij van de Arbeid weer verder. En ik hoop dat u hier de grootste wordt. In Rotterdam. Ja, precies, ja. Precies. Ja, maar dan is het ook wel belangrijk dat CDA en VVD een beetje groot worden, lijkt me. Want anders gaat u nooit een stabiele coalitie met ze maken. Misschien moet u even zeggen, stem CDA en VVD op de camera. Als u niet op Leefbaar Rotterdam wil stemmen, dan CDA VVD. Dat lijkt me een zorg. Stel dat u 17 zetels haalt en zij het allebei 3, dan gaan ze niet met u in het college zitten. Dan denken ze, dan zijn we een bijwagen. Nu hebben ze 5 en 4, dus zo heel erg veel maakt het niet uit. En als bijwagen hoef je het niet slecht te doen. Ze doen het nu wel slecht in de peilingen. Komt iemand aan? Ja, er komt iemand aan. Wie zou dat zijn, weet u? Ja, ik heb geen idee. Wie hoopt u dat er niet komt? Dat ga ik niet zeggen. Dat gaat u niet zeggen. Nee, maar... Wie hoop je dat er niet is? Jeetje. Onze grote DJ. Ja, broeder. Hey, jongen. Hey. Je hebt het fantastisch gedaan. Je hebt het echt fantastisch gedaan. Ja, je belde me, maar ik mocht je niet opnemen. Oh, wat vreselijk. Wat vreselijk. Ja. Meneer Eerdmans, goedenavond. Ja, hartelijk welkom. Ja. Goedenavond. Neem plaats. Zoek even een plek. U komt hier vaker? Ik ben hier 1 keer geweest nu op de verjaardag van Marco. Oké, u mag maar hier nooit. U mag op zijn verjaardag komen. Ja, dat mocht. Ja, dat is wel aardig. We zaten net over zijn landelijke partij te praten. Hij vindt trouwens dat de homo's en de christenen teruggestuurd moeten worden naar Iran. Vind jij dat ook? Ja, ik heb dat nog niet helemaal goed bekeken. Want het is net zoals het vers van de pers. Maar ik vind nu al vragen om een spoeddebat daarover in de Kamer vond ik wel heel vroeg. Ja, maar hij zegt anders komen alle homo's en christenen deze kant op als je het niet doet. Nee, nou dat is op zich geen punt natuurlijk. Ik heb een schisma. In Leefbaar Rotterdam. Ik heb hetzelfde pakken. Ja, dat is heel leuk ervan. Ja. Nee, en mijn land zonder homo's, wat moet je daarmee? Dat is ook... Dat zou Pim niet leuk gevonden hebben. Nee, een land zonder christenen? Ook niet. Hebben ze katholiek? Nee, een land maar we hebben hier al homo's en christenen. Ja, ook. Het ging er mij even om dat niet iedereen die daar zijn vinger op steekt en zegt ik ben ook homo, dat wij zeggen nou kom dan maar deze. Klopt. Maar hier ging het inderdaad om van waarom zijn die homo's daar niet veilig? Of waarom is er, omdat iemand daar is opgehangen? Ja. Omdat er natuurlijk ook verkrachting plaats had gevonden en roof en dat soort zaken meer. Dus dat was de reden waar mensen daar waren opgegaan. U bent lijstduwer hier in Rotterdam. Het gerucht gaat dat u wethouder wilt worden, klopt dat? Is dat zo? Is dat hier aan tafel gebracht? Nee, dat weet ik. Oké. Okay. Kunt u het bevestigen? Mooi gerucht. Nee, ja, dat gerucht zou ik niet kunnen weten. Ik heb het niet van... Zou u het willen? Als hij straks naar de verkiezingen vraagt... Joost, kom hier naar het college, wat zegt u dan? Prachtige baan. Gaat u doen? Gaat u doen? Nou, het is bij Leefbaar Rotterdam zodat je overal op solliciteert. Oké. Okay. Dat vind ik zelf ook prima. U gaat dan waarschijnlijk in die sollicitatiecommissie zitten? Dat zou nog best wel eens kunnen, maar ook ik moet solliciteren. Maar goed, het zit er wel dik in. Daar ben ik heel simpel in. Wij hebben een open procedure, we gaan een advertentie zetten. Zou het een goede kandidaat zijn? Ik zou het wel leuk vinden als die deze kant op zou komen. Maar ja, wie gaat dan die landelijke partij trekken van u beiden? Ja, dat is ook weer zo'n probleem. Dus maar misschien dat we daar dan weer een advertentie voor kunnen zetten. U blijft advertentie zetten. Je moet wel. Als je niet in het circuit zit, als je niet ons soort mensen hebt, als je niet een partij hebt waar mensen 30 jaar in de rij willen staan en dat soort mensen willen we ook niet, voordat ze eens een keer wat kunnen gaan doen. Dan moet je het op een normale manier doen, zoals andere organisaties dat ook doen. Dus gewoon een advertentie zetten. Of een headhunter misschien wel. Zou jij een goede lijsttrekker zijn? Landelijk? Ja? Ja, zeer goed. Zeer goed. Maar dan hebben jullie geen wethouder meer hier in Rotterdam? Nee, dat is het punt. Kijk, als u de grootste gaat worden, en dat lijkt er een beetje naartoe te klimmen momenteel, dan heeft u het probleem dat u zeker wethouder gaat worden. Hè? Dan komen we in een college. En dan is het heel moeilijk om dat te combineren met een lijsttrekker, landelijk. Dus? Ja, dat is een probleem. Dan zul je moeten zoeken naar een nieuw kopstuk. Het zou een heerlijk probleem zijn. Ja, dat zou heerlijk wel zijn. Fantastisch zijn. Ja. Stel, u mag hem 1 tip geven. Ja. Iets wat hij anders moet doen. Iets wat hij anders moet doen. In zijn baan of in zijn... Nee, in zijn gedrag nu, bijvoorbeeld. In zijn gedrag in de campagne.
Ik heb het gewoon niet. Ik ben ook een beetje mag moe aan de dagcampagne. Mag ik een suggestie doen? Ik weet het niet. Hij zat van de week op televisie en toen riep hij ineens alle Antillianen het land uit. Is dat geloofwaardig? Ik vond opvallend dat het verder ook nergens naar voren is gebracht. Nee, iedereen weet toch dat hij dat niet meent? Nee, maar dat weten we allemaal dat hij dat zo niet meent. Maar dan moet je toch ook niet roepen? Jawel, wat hij bedoelt, precies het punt wat hij maakt, is criminele Antillianen, laten we die gewoon daarna terugsturen en vooral een gevangenis bouwen op de Antillen om ze op te vangen. En Antillianen die hier niet gelukkig aan het worden zijn? Dat zei je er ook waarom bij. Waarom deed u het? Want u maakt een afweging in uw hoofd. Zal ik genuanceerd zijn of niet? Nee, doe het niet. Ik zeg gewoon alle Antillianen het land uit. Omdat, het was aan het einde van de uitzending. Het moet gewoon lekker snel en dat doe ik dan ook met plezier. En dan wat minder nuance. En dan denk ik van nou, kan ik zaterdagavond heb ik even rustig te kijken. Om het weer uit te leggen. Maar, als u dat terugziet van uzelf. Wat ik hier zie, en daar gaat het om, is dat er zijn een heleboel Antillianen uit armoede deze kant op gekomen. Die komen hier in de maatschappij. Waar ze eigenlijk niet in willen zijn, maar het is hier iets comfortabeler omdat de basisbehoeften aan levensonderhoud verzorgd zijn. En dan denk ik van, kunnen we nou niet ervoor zorgen dat ze op de Antillen een iets minder betaalde baan kunnen krijgen, eenvoudig werk. Maar een politicus moet dan de afweging maken, zeg ik het precies of zeg ik het slordig? En u kiest dan voor slordig? Ik kies niet zozeer voor slordig, ik kies voor... Dus even een punt maken, dat hele veld wat mensen niet willen betreden, ook dit kabinet niet. Ja. Terwijl er toch heel veel... Ik hoorde hier een fles opentrekken. Nee. Ik hoor de muziek, we moeten alweer afronden. We zijn door de tijd heen. Kijk, zie je, nou dan gaan we de volgende keer verder. Volgende keer gaan we verder. Als u bij de landelijke verkiezingen mee gaat doen, kom ik weer, ja? Nou, dat vind ik een goede afspraak. Zal ik je even naar buiten helpen? Ja, graag. Nou, blijf nog even zitten, Arno, dank. Ik blijf zitten, dankjewel. Tot ziens. Blijf. Ja, kom zo terug. We lopen naar beneden. Geef je hem een hand in mij. Nee, ja. Goed. Nou, morgen nog weer een drukke dag? Morgen ga ik eerst naar Harry Mens. Oh ja. En daarna ga ik naar Buitenhof. En dan naar TV Rijnmond om 5:00. Oké, dus het gaat nog de hele dag door ook. Dus mensen die me niet willen zien, moeten niet de tv aanzetten. Hartelijk dank. Okay. Sterkte dinsdag. Hoi. Nou. Dat was de eerste uitzending van Live op Visite Bij. Volgende week ben ik er weer. Dan ga ik naar Leon de Winter en Jessica Deurlacher. Ook bij hen ga ik live op visite. En u kunt weer mee. Graag tot dan. Dag.